We gaan beginnen, Tim, met jou. Ondernemers die hadden het vorig jaar hard te halen, want de economie die groeide nauwelijks. Maar 2015 biedt nieuwe kansen, Tim. Tim, je bent van TNS Nipo. Jullie peilen eigenlijk iedere maand het vertrouwen van ondernemers. Hoe meten jullie dat? Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee voorname aspecten. Dat is namelijk een zachte kant eigenlijk. Dus hoe ondernemers tegenover het ondernemersklimaat staan, de economie. Hoe zij voelen dat het op dat moment is. Oké, dus het is een gevoelsding. Het is enerzijds een gevoelsding, hoe het nu is en hoe ze verwachten dat het in de nabije toekomst zal zijn. Mm-hmm. En ze mogen ook een cijfer geven voor het ondernemersklimaat. Heeft schommelt de hele tijd tussen een 5 en een 6 in eigenlijk afgelopen jaar. Bijna een 6 nu, dus dat is het goede nieuws. Is dat goed? Je zou kunnen zeggen, een 6 is een voldoende, dus daar ja, gaan we mee. Ondernemers zijn kritisch. Kom ik thuis ook niet mee weg vroeger. Ondernemers zijn kritisch, dus, en we zitten nog in een crisis, dus wat dat betreft is dat goed. Ja, want deze grafiek die heb jij meegenomen. Hè? Ja. Dit is dan 2014. Ja, ja, ja. Als je kijkt, want de witte lijn is dan Brabant, de blauwe lijn is wat je in Nederland ziet. Het valt mij op dat je meteen al zo'n daling krijgt in het begin van het jaar, in februari. Waar ligt dat aan? Nou, dat was, kijk, de wintermaanden zijn traditioneel slechte maanden voor het bedrijfsleven, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de decembermaand is voorbij, de nieuwjaarsvoornemens zijn voorbij. Plus, het voorjaar 2014 was ook heel erg lastig. Bedrijven zaten heel erg op hun tandvlees. De winsten stonden onder druk. Er was niet echt direct vertrouwen in dat het beter zou zijn. Kabinetsmaatregelen hadden nog geen effect gesorteerd. Er kwamen gemeenteraadsverkiezingen aan en dergelijke. In het buitenland ging het ook slecht. Duitsland nog wel een beetje oké, maar Frankrijk ging niet goed. Nee. Dus kortom, het zijn allemaal dingen die meespeelden voor de mineurstemming. En dat merken wij dan weer, inderdaad. En het verschil tussen Brabant en Nederland? Want hier gaat Brabant in het vertrouwen wel echt ver onder het gemiddelde van Nederland. Ja. Nou, het aardige is, als je naar Brabant kijkt, wat heeft Brabant iets meer dan gemiddeld? Dat is de maakindustrie, hè, de productiesector. Ja. En nu gaat het een stuk beter. Nu is het een van de betere sectoren. In het voorjaar van 2014 ging het nog helemaal niet goed daar. Dus dat zou zeker wel meespelen, dat het enigszins naar beneden maar het is sloeg. Natuurlijk wel zo dat ze op het moment dat ze dit als vertrouwen aangeven, dan kijken ze al vooruit in de komende tijd, toch? Voor een deel. Het is voor een deel dus hoe het nu is en hoe ze vooruitkijken. Dit is dus deze grafiek die hier zit, is hoe ze vooruitkijken. En je ziet eigenlijk dat het hele jaar tegen de 50% aan zit, of er net onder. Ja. Je moet niet vergeten dat begin 2014 was het heel slecht. Dus dan is het makkelijk om te verwachten dat het beter is. Het feit dat mensen nu nog steeds voor de helft, de ondernemers, denken dat het beter gaat, dat geeft aan dat het herstel echt er is ten opzichte van eerder van het jaar. Oké, we gaan eventjes vooruitkijken. Want vorige maand peilden we zelf de stemming onder Brabantse ondernemers. En dat deden we tijdens een eindejaarsevenement van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, oftewel de BOM. Ik denk dat er nieuwe kansen zijn geboden voor de ondernemers in 2014. Ik denk wel dat het nog steeds heel lastig is om te zorgen dat je de financiering voor elkaar krijgt. Maar ik denk wel dat je voorzichtig de groei ziet alvast. Het is niet makkelijk om te ondernemen, maar ik merk wel dat momenteel het klimaat veel meer positief is. En dat we met elkaar denken van, hey, we moeten het met elkaar doen. En we moeten ook niet alleen maar meer plannen schrijven, maar we moeten ook echt iets gaan doen. In een moeilijkere tijd is stilzitten geen optie, maar ik denk alleen maar kijken wat de mogelijkheden zijn. In 2015 verwacht ik een grote groei in het bedrijf. Meer werknemers, meer innovatie. Toch een periode geweest dat iedereen alleen maar met ellende bezig was. En ik merk dat dat echt aan het veranderen is nu. Het is een heel interessante tijd, ja. Er gebeurt op dit moment erg veel. Er zijn ook heel veel kansen. En het is leuk om die aan te pakken. We zitten op dit moment in een tijd waar goede ideeën ook gerealiseerd kunnen worden. Dus het is een hele creatieve periode. En als je die creativiteit niet pakt, dan blijf je in het oude. En dan zijn dat oude schoenen die je eigenlijk weg moet gooien. Zo langzamerhand begint het wel ergens op te lijken. Dat iedereen gewoon de weg weer omhoog gevonden heeft. En ik verwacht niet dat dat in de komende tijd weer terug zal zakken. Nee. Wij zijn positief gestemd over 2015, ja. Als er geen gekke dingen gebeuren, verwacht ik dat Nederland toch wel snel de goede kant op gaat. Ja. Mooi, over het algemeen positief gestemd. Wat denk jij? Hoe denken de ondernemers erover? Nou, je ziet inderdaad dat de helft denkt echt dat het beter gaat. En als je naar de harde factoren kijkt, hè, dus de zachte is dus meer van of ze er vertrouwen in hebben, maar de harde is dus hoe ze tegenover de winst staan en de omzetverwachtingen voor het komende half jaar, dan zie je echt dat het wel in de plus is allemaal. Ja. Op een klein puntje af, wat al eerder werd aangestipt, de kredietruimte, dat is echt wel een probleem. Mm-hmm. En sommige bedrijven lopen op tandvlees, dus ze hebben het idee van,
De wereldmarkt, zeker de Europese markt, die helpt hier enigszins mee. Maar ja, we moeten wel gefaciliteerd worden om de creativiteit, waar aan gerept werd, om die te faciliteren. Ben jij het daarmee eens? Als jouw ondernemersgevoel een cijfer mag krijgen, wat zou dat dan zijn voor 2015? Ja, voor mij toch wel een 7 of een 8. Maar het is zeker wel zo dat je financiering op een hele andere manier moet gaan regelen. Dus dat de terughoudendheid van de banken er is. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er heel erg veel kansen. En dat zie je ook wel aan de startende ondernemers. Er zijn echt heel veel jonge starters op dit moment. Maar die kennen helemaal geen ander klimaat. Hè? Die doen het gewoon. Ja, inderdaad. Ja. Die zijn ook niet zo bang. Maar is het ook niet zo dat iedere keer aan het einde van het jaar dat vertrouwen toch wel weer lekker aantrekt? Dat we er eigenlijk dezelfde verwachtingen weer hebben als dat de mensen van 2013 voor 14 hadden? Nee. Als je vergelijkt met als je de vraag stelt van eind 2013, hoeveel procent dacht dat dat met de economie en het ondernemersklimaat goed was? Yeah? Minder dan 10%. Okay. Nu een kwart. Maar toen was het ook gewoon. Okay. Toen was het heel slecht. Dus hadden die mensen allemaal voorkomen dus gelijk. Ze komen echt uit een diep dal. Ja. En je ziet nu gewoon de politiek helpt een beetje mee. De berichtgeving helpt mee. De ondernemers zeggen ook van, de stemming is veel beter. De huizenmarkt trekt aan. Dat zijn allemaal dingen die katalyserend werken. En gaan we dan eindelijk in die 2015 uit die recessie? Dat is nog even koffiedik kijken natuurlijk. Maar als het aan die ondernemers ligt, wel. Mooi.